Wij zijn hier op de Admiraal de Ruiterschool in Krimpen aan de IJssel. En op onze school zitten momenteel zo'n 225 leerlingen. En we huisvesten in een prachtig nieuw schoolgebouw. Wij zitten op de Admiraal de Ruiterschool. Ik heb het erg naar mijn zin en we zijn ook erg blij dat we van die leuke en toffe juffers en meesters waar je alles aan kwijt kan. Waar je vaak mee kan lachen en ze kunnen goed uitleggen. Dus als je wat wil leren, moet je naar de Admiraal de Ruiterschool komen. Iedere dag mogen we beginnen met Gods woord. En wij vinden het ook heel belangrijk om de Bijbelse normen en waarden over te brengen aan de kinderen. We zijn hier in groep 1. Hier leren jonge kinderen door te spelen. In de kleine kring worden ze uitgedaagd op hun eigen niveau. Op onze school besteden we aandacht aan zelfstandig werken. Belangrijke punten daarbij zijn het plannen, structureren van het werk om uiteindelijk na groep 8 zo'n vloeiend en makkelijk mogelijk overgang naar het voortgezet onderwijs te maken. Ik vind het leuk om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en wat we kunnen doen om de kinderen goed te kunnen laten ontwikkelen. Je ziet inderdaad wel eens kinderen die wat extra's nodig hebben of extra instructie, verlengde instructie. En dan zijn er ook leerlingen die meer en hoogbegaafd zijn. Die hebben iets extra's nodig, bijvoorbeeld extra leerstof, verdiepende leerstof. Rust, reinheid, regelmaat vinden we hele belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs. En met elkaar, als team, proberen wij een veilig klimaat te scheppen waarin kinderen zich wel bevinden, zich fijn voelen en op deze manier ook goed tot leren te komen. Oké, goedemorgen allemaal op deze prachtige dag. Ieder jaar organiseren wij de Koningsspelen. Prachtig dat dat helemaal geregeld en georganiseerd wordt door onze oudercommissie om samen en op een sportieve manier de hele dag bezig te zijn. Wij zijn als groep 6, 7, 8 zijn we naar het internaat gegaan. Daar hebben we allemaal activiteiten gedaan. En de kleuters die gingen toen op het schoolplein spelletjes doen. Op onze school zitten ook veel schipperskinderen. En veel van deze kinderen verblijven door de week op Schippersinternaat de Driemaster hiernaast. Wij zijn familie Speksnijder. Wij hebben hier 3 meiden op school. En we brengen ze elke maandag en elke vrijdag halen we ze weer op. En onze kinderen hebben het gelukkig heel goed naar hun zin op school hier. Als ze het hier naar de zin hebben en ze komen vrolijk en veilig thuis, dan geven ze ook met een gerust hart over.